You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast. Welkom bij een review aflevering, bonus content noemen we dat, van Nerd Culture. En deze keer gaat het over Fast X. Oh, ik dacht dat je ging zeggen, dit keer gaat het over Family. Family. Ja, het gaat ook over Family. Het gaat over Family en racen en larger than life stunts. Ja. En sterker nog, we moeten nu op een gegeven moment eigenlijk een beetje ergens ook het plot gaan vertellen van Fast X. En, ik heb een beetje twee engeltjes op mijn schouders hier volgens mij. Ik wilde eigenlijk ook gaan natuurlijk, afgelopen dinsdag zijn geweest. Ik ben nog niet geweest, want ik moest daar werken. Je was er wel, ja. Ik was er wel, niet de film gezien. Ja. Dus ik heb het gevoel dat ik met letterlijk de engel en de duivel aan tafel zit. Die mij gaan overtuigen. Jij bent hier als Fast Encyclopedia. Ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Een connoisseur zou ik willen zeggen. Ja, want ik kijk precies dit soort films. Gewoon een soort van kwijlend. Soort van... Ik ook. Zo. Laat me heel even zeggen. Je hebt nu al mij in een hoekje gestopt. En het is een terecht hoekje. Maar laat me wel even zeggen. Ik heb de eerste 5 Fast films gezien. Vond ze super vet. Mm. Weet je, dat is gewoon popcornfilm, actie. Weet je, verstand op nul. En ik vond het vet. Ja. En 5 was volgens mij de laatste. It's been a long time. Nee, dat is 7. Dat is 7? Ja, dan heb ik tot en met 7 gekeken. Ja, allemaal ook wel? Ja. Ja, okay. Ja. Dan heb ik tot en met 7 gekeken. In ieder geval tot afscheid van Paul Walker. En 5 heb ik natuurlijk ook gezien. Dat is belangrijk, want daar begint deze film. Het is niet belangrijk, maar... Jawel, het is lore. Er zitten referenties naar 5 in. Dat zeg is maar. Het meer, ja. Het is niet belangrijk, er zit een referentie in. En dus die heb ik allemaal gezien. En ik vond ze allemaal, voor wat het wilde zijn, tof. Het is natuurlijk, het is heel weird geëvolueerd naar de eerste 2 delen. Deel 1 is gewoon echt een straatrace film. Daar is Paul Walker. Vind is ik dan... de vetste trouwens, hoor. Ja. Ja. Die is dan geheim agent, geloof ik. Maar verder is het gewoon racen. Ja, narcotics of iets. Deel 2 wilde Vin Diesel al niet meer meedoen, denk ik. Dus toen was het ineens Paul Walker en Tyrese. Yeah. En Too Fast, Too Furious. Ik dacht dat we, want nu trekt Vin Diesel die productie. Zeg maar ook achter de schermen. Ja, maar nee, die is toen weggegaan. En toen hadden we Tokyo Drift, wat eigenlijk een soort van spin-off was. Dus als je dat toen maar wel vaak had, is dat American Pie, Band Camp, dat soort dingen. Ja. Dat was het een beetje. Ik vond vooral de casting van hoofdpersonage van Tokyo Drift. Vond ik zo weird. Die rare redneck-achtige dude. Oh ja, maar die zit er later ook weer gewoon in. Die zat in 9 in ieder geval. Ja, maar op het einde kwam Vin Diesel daar ineens aangereden. In Tokyo Drift. En toen werd het Fast and Furious 4, wat een soort van de reboot was. En dat ging langzaam naar waar de complete gekke, waar we nu zijn beland. Rondom toen had je inderdaad dat het meer van car culture ging naar een soort van spy heist shit. En dat is het grappige dat je soms dan zijn ze een soort van een beetje onder contract van de government. En dan zijn ze juist weer rogue. En dan weer niet en dan weer wel. Dus dat gaat de hele tijd heen en weer. En elke keer, en het zit ook in deze film, een soort van... Ja, maar als je met ze gaat barbecuen, dan ben je part of the family. En dan zit je in de fucking family. Het lijkt wel alsof deze mensen... alle takes is een corona en een barbecue. En dan ben je part of the family. Meer is ook over het algemeen niet nodig. Hè? Ik bedoel, als je hier zit aanschrijft bij een blamme barbecue, dan ben je part of the family. Dat is inderdaad. En dat zit ook in deze film. Maar inderdaad, en het is ook vanaf de spy stuff is het... en het was eerst nog een beetje soort van op hetzelfde voet misschien met een Mission Impossible-achtige grootsheid. Maar op een gegeven moment gingen ze... als, maar wel gewoon net zo... Ja, je kan het... Ja, maar qua grootsheid. Op hetzelfde level durven zeggen. Ik vind Fast 5 echt een hele goede film. Of een hele fun dat time. Dat is die in Brazilië met de kluis. Die vond ik vet. Ja, nou ja, want op een gegeven moment is er ook bijvoorbeeld volgens mij in Ghost Protocol of wat dan ook, is hij gewoon toch ook met oud is, weet hij, Tom Cruise toch? Ethan Hunt. Toch met auto's aan het rijden door Dubai over flatgebouwen. Ja. Oh, over die dingen. Dat soort dingen. Sterker nog, ze hebben even gekeken naar de Fast stuff daar. En die stunt was ook zo larger than life. Dat toen had Fast zoiets. Dan moeten wij dit godverdomme nog beter doen. Dus we gaan op een gegeven moment wel naar space. En dat hebben ze natuurlijk beter of gekker? Gekker. Ja, veel gekker. Maar dus, het is wat, weet ik veel, bepaalde... vechtfilms doen qua over de top, weet je, over de lucht lopen en soort van super larger than life bullshit. Dat hebben zij nu met auto-stunts gedaan. Ja. Weet je, op een gegeven moment zeggen ze, dat vind ik het wel het grappige in deze film, er zitten ook een paar van die references waarin ze zichzelf niet serieus nemen. Maar ze zeggen ook van, ja,
als er een auto voor nodig is, dan hebben deze guys het gedaan. Of zo, weet je? Dat soort van kleine snide remarks naar zichzelf. Voordat we dan gewoon echt naar deze film toe gaan, dat vond ik het jammere aan 8 en 9. Want ik denk dat 5, 6 en 7 voor mij een soort van de piek was. Inderdaad, waar Paul Walker het afscheid dingetje, weet je? Dat was op de een of andere manier toch emotioneel. En dat was alleen maar... Nee, maar luister, als je 7 films hebt meegemaakt met die gast. En weet je, ik denk de eerste Fast and Furious kwam uit toen ik 13 was of iets dergelijks, weet je wel. En je gaat al die films... Tuurlijk is dat fucking emotioneel, weet je wel. Maar dat had ik dus in 8 en 9. Vooral in 9 vooral dat er heel erg... Het leek alsof ze inderdaad het internet afgingen en zagen... Hey, er is een meme over Fast and Furious in space. Ja. Laten we dat dan maar doen. Ja. Knipoog, knipoog. En ze zijn gewoon weer een stapje verder gegaan. Je kan natuurlijk ook niet na 3, dus dan weer vanaf de reboot van 4... soort van, nou ja, het kan wel maar 10 keer dezelfde film maken. Dus moet je steeds een trapje hoger. In dit geval, omdat dat zo'n soort film is... Er was iemand na deze film, die zei van... Oh nee, het had wel vet geweest. Ik verwacht in deze film dat ze naar space gingen. En toen zei ik van, ja, maar dat was de vorige film. Dus ze waren al. Dus eigenlijk is dat bijna een soort van stapje terug. Maar, en nog even toelichting ook over deze film. Dit is de laatste film, maar het is niet de laatste. De laatste zou opgeknipt worden in 2 delen. Ja. Wordt nu 3 delen. Dus je krijgt nog na deze nog 2 films. En waarschijnlijk nog een spin-off. Tuurlijk. Ja, ergens is het bijna... Maar dat is, het begint wel een beetje een herhalingsoefening te worden. Maar... Een beetje? Ja, een beetje veel. Maar daar zit dus ook weer de fun in. Ik vind herhalen vind ik echt geen probleem. En laten we gelijk beginnen over deze film. Wat mijn probleem is... Over al die jaren heeft Fast... Een heel scala aan mensen opgebouwd die cameo's maken. Of wat als een rol spelen in die film. Mm-hmm. En weet je, we houden allemaal van ze. Maar om een of andere reden heeft deze film ook... Ja, maar ze moeten ook allemaal terugkomen. Ja. En op een gegeven moment kan het niet. Want de ene kwam daar vandaan, de andere kwam daar vandaan. En ze kennen elkaar via deze manier. En dat, op een gegeven moment moet je door zoveel gekke bochten gaan wringen. Om maar überhaupt... te verklaren waarom mensen zijn waarom ze zijn. Het is een beetje gek. Dat is gewoon niet goed, inderdaad. Ja. Dat is denk ik een van de slechtste punten van deze film. Is we zaten wij waren met z'n vieren, jij was er dan niet bij. Maar we zaten te kijken en mijn vriendin die zei van... Sorry, maar waar kijk ik naar? En aan de ene kant, het is namelijk doodsimpel. En aan de andere kant is het heel ingewikkeld. Want het is echt van, wie zijn deze mensen? Waarom zijn ze in Rio? Waarom zijn ze nu hier? Waarom zijn ze nu daar? Er wordt niks uitgelegd, er wordt niks verklaard. Maar het is goede tijden. Het maakt niet uit. Als je vanavond goede tijden kijkt, dan weet ik ook. Ik weet wie Ludo is. Dus dat is Vin Diesel dan, zeg maar. Ja. Maar verder, I don't know. Maar ik weet dat ze in de Rozenboom zijn en dat er drama is. En daar rol je zo in. Dat is inderdaad wat het is. Dat is niet voor iedereen. Kijk, als je alles hebt meegemaakt. Ik zat af en toe ook eens van, ja, we moeten nu weer gaan uitleggen waar Jason Statham nou weer vandaan komt en waarom hij zijn moeder moet gaan redden. Weet je dat? En überhaupt, dat verhaal wordt niet eens afgemaakt, dus dat komt misschien in 10 deel 2 of 10 deel 3. Ja, ik had ook wel een probleem met het einde van deze film, hoor. Want dit is gewoon, kijk, we weten natuurlijk van, deze film wordt nu in 3 opgeknipt, oké, whatever. Maar het is niet zoals bij Lord of the Rings, dat je, een goede vergelijking Lord of the Rings, maar het is ook niet dat je op het einde zoiets hebt van, ja, ik heb nu wel een feature film. Het is gewoon, knip, volgende. Ze willen het toch niet, even proberen. Niet stijl. Het zit tussen Doom en film. Lord of the Rings in. Lord of the Rings, die knoopt het alle films best wel mooi aan elkaar. Zo van, oh ja, dit voelt als een eindpunt voor de rest van de journey. Ja. Doom heeft echt geknipt. Lord of the Rings had een boek, hè? Dat waren 3 boeken, dus dat is wel... Nou in. Dat is wel anders. Het gaat om een film. Dit is maar het gaat gewoon om dat als je 1 film kijkt van de Lord of the Rings... dan heb je nog wel gewoon een volledige film gezien... met een begin, einde en eind. Uiteindelijk is de grote... Nou, het is niet eens echt een tease, maar het is inderdaad gewoon... het gaat wel door, maar... er is in ieder geval een event... gebeurd en afgesloten. Dus het heeft ergens een klein beetje een staart gehad... waarbij bijvoorbeeld Doen is het gewoon... oké, nu gaat het niet meer beginnen. Nou, voor mij was het Doen. Maar wat is het verhaal? In 5 jatten ze met Paul Walker nog. Dus er zit ook een flashback in een kluis van Hernan. Mm-hmm. Iedereen wel bekend natuurlijk. Trouwens, waar we het ook over hadden bij het nieuws. Over Paul Walker, dat hij erin zit. Dit vond ik oké. Weet je, er kwam het nieuws van... Ja, Paul Walker doen we nog 1 keer in de film. Come on, dude. Nee, dit was gewoon oude footage. Weet je wel, uit die film. Ja, ik denk dat het ergens... Op de cutting room floor, maar het was niet nieuw. Nee, dat. En anders dan... Ze hebben in ieder geval... Of ze hebben... Ja, dit...
het was niet raar, het was niet iets nieuws inderdaad. Het was echt gewoon een flashback. En of ze daar nou nieuwe beelden voor hebben geschoten en daarna Paul erin gekeerd of wat dan ook, dat maakt er niet zo heel veel uit. Want het was gewoon uit een event uit een vorige film, uit 5. Ja. Nou ja, die Hernan van de Kluis, die overlijdt op een gegeven moment in het water. En ook zijn zoontje, die lag blijkbaar ergens in de auto in het water. En die heeft het overleefd. En die is nu toevallig ook... Zee. Nou, die is een paar minuten dood geweest. Dus die is een beetje dus gek in zijn... timeline split. Eén keer is hij Aquaman geworden. En hij is geen Aquaman, maar in deze universe inderdaad. Heeft hij te lang... Is hij even dood geweest? Heeft hij te lang onder water gelegd? Dat merk ik. Hij heeft zuurstof tekort gehad. Nee, maar dat is letterlijk. Dat zegt hij ook in de film. Dus hij is gewoon... Hij heeft een tik van de molen gehad. Hij is loco geworden. En dat is extra... Dat zet hij ook nog eens dik aan, want dat is nummer 3. Wat gewoon vervelend is de rol van hoe heet die? Aquaman. Ik moet er ook wel zeggen, ik was al spuugzat van die gast, hoor. Je ziet hem echt overal. Hij doet de hele tijd hetzelfde. Ze hebben ook dezelfde look de hele tijd. Hetzelfde look. Nou ja, hier hebben ze zijn haar opgestoken en ze hebben hem roze slippers aangedaan, weet je. En hij doet een beetje... Hij doet gay. Ik weet niet of hij gay is, maar... Maar hij doet ook... Hij doet over de top. En op een gegeven moment had ik het is heel weird. Ja, het is weird. Regie stond dat er goed op. Ik weet niet, hij deed... Nee, dat regelmatig, weet je wel. Maar... Omdat je hem natuurlijk ook niet op die manier kent. Dus hij zit wel volgens mij ook in twee van die recentere films... waarin hij ook even wat in die gekkigheid probeert te doen. En nou ja, hier probeert hij een bad guy te spelen die gewoon loopy is. Alleen op de een of andere manier komt dat... niet echt tot z'n recht. Er zit natuurlijk comedy in deze film en in deze serie. Maar op de een of andere manier, omdat je hem kent als een saaie lul, is het raar dat hij nu zo erg dat typetje overdrijft. Ergens het past niet bij hem, past niet bij zijn rugged look die hij wel heeft. Nee. Ook al doe je gewoon roze slippertjes onder. Weet nee, je ik denk dat ze daarmee hebben willen spelen. Of op een gegeven moment dacht ik van, die guy is zo klaar met getypecast worden... dat hij nu het zo extreem een andere kant op gooit... om dat even eronder uit te halen of zo. Ik had bijna het idee dat het geforceerd was. Niet gelukt. Nee, ook niet. Nou ja, nee. Ja, nee, precies. Nee, want als je hier naar kijkt, heb je zoiets van... nee, je kan geen andere rol. Je kan alleen maar die. Ja, dus precies. Ja, dat was een beetje... het was irritant. Het was gewoon off. Maar anyways, hij is wel een of andere ineens... ondanks dat hij een klap van de molen heeft gehad... toch een genie, want die kan een soort van vooruit plannen... waarbij die de Toretto family, maar ook Cypher... die uit de vorige, die de bad chick was in de vorige film... Ja. Echt een grote bad woman. Maar kan die vooruit plannen? Bad woman? Wat? Bad woman. De okay. Bad guy, bad woman. Kijk, kijk, hier zie je hem ook weer een beetje gek doen, weet je wel. Met zijn Thrustmaster joystick die heeft gekocht op Amazon. Maar het ding is, zeg maar, de hele film zit Jason Momoa achter deze mensen aan. De hele film. En hij onderneemt, denk ik, een stuk of 8 pogingen. En alle 8 keer gaat het mis. En dan op het einde komen ze op een plek... dit was altijd al mijn plan. Jouw plan was 8 keer om te mislukken. Om vervolgens dan hieruit te komen. Dat was de Joker ook. En, het was echt... ja, maar dit was nog slechter. Okay. Maar het is een beetje Bassie en Adriaan toch? Dat zeggen. Zeg maar, hoe het is geschreven. Hoe die situaties tot stand komen. En dat is ook dus hoe moeilijk je iedereen erin wil schrijven. Het is echt als Bassie en Adriaan geschreven. Of kinderen man. Of wat dan ook. Inderdaad, die het moeten doen. Klopt. Maar in ieder geval van alles en nog wat. En ook weer, ja, hier staat hij er tegenover hem. Er wordt er gestreet raced. Op een gegeven moment heeft hij ook iets persoonlijks bij zit. Wat bedoel je? Dat je met hem hebt, zeg maar. Je kan hem geen seconde meer in beeld zien. Je bent gewoon doodgegooid met die guy, toch? Het is altijd dezelfde dude. Nou ja, ik weet het. En? Weet ik de dude. Die blind shit. Zie. Dat is helemaal vreselijk. Nee, laatst zat hij in, weet ik veel, Sweet Tooth of wat. Aquaman 2. Ja, inderdaad, verschrikkelijk. Je ziet Jason Momoa toch overal. En het is toch gewoon zo irritant dat er iemand op een gegeven moment... Ik ben net zoals dat ik weet je, op een gegeven moment de Rock moe kan zijn. Ja. Of andere acteurs. Wel. Gewoon omdat hij niet... hij is gewoon niet een hele goede acteur, weet je wel. Nee, dat vind ik dus ook. Dat is het verhaal. En die zit dan dus achter de Toretto's aan. En die wil eerst dat Toretto suffert in plaats van doodgaat. En sufferen, dat doe je natuurlijk door zijn familie te pakken. Mm-hmm. En niet eens zijn familie, maar ook zijn extended familie. En nieuwe vrienden, oude vrienden, oude vijanden, turned vrienden.
oude vrienden, vrienden turned vijanden, turned vrienden. Dat kan allemaal. Die moeten allemaal eerst sufferen. Maar iedereen moet ook gewoon zijn paycheck krijgen, heb ik het gevoel. Ja, ja, maar zo voelt het ook echt enorm. Ja. Maar toch zie ik ook een hele hoop nieuwe karakters. Want ik zie Captain Marvel en ik zag de Ja, ze moeten natuurlijk ook wel elke film een paar nieuwe grote mensen. En expres ook letterlijk grote mensen. Dus je hebt nu, je dacht van alle mensen van rond de 2 meter en 1,50 breed, die zijn wel op. Nee hoor, er was er nog eentje, want natuurlijk John Cena zat erin, Khal Drogo zit erin, hoe heet die, dude, Jason Momoa, Vin Diesel, die eigenlijk best wel klein en nou, wel ergens breed is. John Cena, Dwayne hebben we natuurlijk, of nee, die hebben, zei ik al, Jay Statham, niet zo heel groot. Maar niet zo heel breed. Frank Grillo dan? Nee, maar die is te klein. Maar wie crap, weet je, Arnie komt niet. Wacht, die guy van Amazon's Jack Reacher. Ook weer een guy van 2 meter en 1,5 meter breed. Ik wist niet dat er nog eentje was, maar die trekken ze er nu in. En inderdaad, Brie Larson, die een soort van CIA... Ze hebben het ook de hele tijd over The Agency. Is dat de CIA? Want dat zeggen ze niet. Ze zeggen dat is de agency. Shit uit die vorige films, toch? Met die... Dat weet ik niet. Dat is ook een hele bekende acteur die dan ineens binnenkwam met een emmer met corona om te zeggen, komen jullie bij mijn team? Kwam nu met een... Maar dat is precies... En binnen en dan... En een bucket corona. Maar dat is dus precies wat het is met deze films. Ondanks al die bullshit... Het is, ik zeg altijd, het is een achtbaan, weet je? Het is gewoon alsof je gewoon in de achtbaan gaat zitten met een popcorn. Ik vind dat geen excuus, want een... die eerste 7 waren ook een achtbaan. En vond ik een vette achtbaan. En dit is de achtbaan in Ponypark Slagharen, vond ik. Zeg maar, nou, een hele vette achtbaan in Ponypark Slagharen. Het is een overtreffende trap. Nee, die hebben ze wel gehad. Weet je, het is alleen nog maar speed en kurkentrekkers en niet meer een mooie aankleding. Of nou trouwens, het is ook best mooi geschoten. Maar het verhaal van de achtbaan klopt niet meer of zo. Omdat je ziet verhalen. Het gaat niet om verhalen in de achtbaan. Ja. Het gaat niet om, dit is de Indiana Jones en hier, voordat je naar binnen gaat, word je nog even toegesproken door iemand. Nee, dat is het niet meer. Het is gewoon een soort van, hier, ga maar zitten. Loopings. Ja, they didn't bother anymore. Zo voelt dat voor mij. Ja, maar dat is het. Ja, maar dat is het ook. Maakt het niet... per se een slechte film als je... Jawel, het maakt het wel een slechte film. Dat zeggen, maar dat betekent niet dat je er niet van kan genieten. Jesus. Er zijn verschillende mensen die op deze manier naar die film kijken. Kijk, hij heeft ervan genoten. Ja. Af en toe ook geïrriteerd. Door de eerste 10 minuten is er echt precies die soppy shit die ik niet wil. Ja. Maar er zitten zoveel lijpe actiescènes in. Die ik gewoon toch best wel smart is. Dit is gewoon zo over de top. Dat ik denk van ja, dit zie ik nergens anders. Dus high five. Ja, voor mij was het. Ik vond het zo dom. En ik had een vriendin meegenomen. En wij zaten gewoon de hele film te lachen. Ja. Over hoe dom het ik was. Ik ook. Ja, ja, maar. Maar in een funny jij way. Te genieten, en wij zaten gewoon te lachen van. Kijk dit dan. En dat is ook wel weer funny, weet je wel. En we hadden het ook precies hetzelfde over. Zei, dit is gewoon goede tijden, slechte tijden. Ja. Shit. Ja. Maar heeft het nog hard? Heeft het, ja, ik vind bedoel... ik niet. Voor mij is het er echt af. En ik denk persoonlijk, na 7 was het gewoon mooi geweest, man. Tuurlijk. Ja, maar vertel dat aan Hollywood execs die geld willen verdienen. Maar echt mental geld ook. Dan heb je films gemaakt en heb je krankzinnig legacy achtergelaten. Ja. Nu ben je het 13, echt aan het verpieteren. 14, 15, ze zullen er gewoon 15. Ik zou zeggen, voelt dit legitiem als nu nog een trilogie? Is dat nog nodig? Wil je nog 2 vervolgen hierop? Het stomme is dat, ik weet ook niet precies waarom, op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, can I like this? Weet je, in het begin al, ik had geen neon onder mijn auto, maar ik had zoiets van, nou, fair enough, dit is een coole street racer stuff. Nou, op een gegeven moment werd die spy shit, ik zie van, nou, I like spy shit, same. Dus dit is voor mij. En op een gegeven moment werd het inderdaad gewoon... En nu is het maar gewoon shit. Het is comedy, maar niet doordat het een comedyfilm is, maar door de clichés en de dommigheid ervan. Ja, en ik denk dat ze dat ook weten en dat ze zichzelf niet heel serieus nemen. En jawel, dat expres dat doen. Probleem heb ik dus, zeg maar, de meeste mensen nemen zichzelf niet zo heel serieus in deze film. En dat is goed. Maar ik heb het idee dat Vin Diesel zichzelf te serieus neemt. Ja. Want hij heeft geen comedy modus. Je ziet ook de hele tijd hoe hij in beeld wordt gebracht. Weet je, slow motion panning shots en oeh, drama. En ik heb het gevoel dat iedereen
niet zo heel erg zijn best doet om te acteren. Dit hoort gewoon in de film. En dat hij heel erg zijn best doet. En die cringy filosofische teksten van hem eruit probeert te rammen. Wat toch weer eindigt op family. Family. Ja, het is gewoon come family. On, man. Nee, maar dat is toch het ding. Het is de family wel, counter. Ja. Ik had op een gegeven moment bedacht van elke keer als je het woord family hoort moet je een shotje nemen. Dat is een beetje het level die van die film. Er al, weet je? Ja, het shotje? Dan moet je niet, nee, maar die meme was er al met family. Family, ja, okay. Family. Weet je? Ja. Oké, na drie films met die meme family is het wel eraf. Ja, weet ik. Heb dus ook wel, ik denk wel dat je Vin Diesel nodig hebt als juist inderdaad de gast die het veel te serieus neemt, ja. Om de rest eromheen lekker goofy te laten zijn. Maar dan kom je namelijk ook natuurlijk gewoon, want waarom je deze films kijkt is om die stunts. Weet je, het is ten eerste best mooi geschoten, maar ook gewoon die stunts die nou ja, ook inderdaad gewoon idioot zijn, maar idioot als in op een grappige vette manier. Als jij een auto gebruikt, crap, weet je, je zag net die bom rollen. Nou, moet ik dat soort van, moet ik dat spoilen? Is het spoiler als je zegt dat de bom natuurlijk niet afgaat? Of nou trouwens, misschien gebeurt dat ook wel. Dus daar gaat het niet eens om. Bij de baron thuis. Maar dat je de bom niet met een auto kan wegbumpen. Want hij is te zwaar. Maar dat je dan tegen een hijskraan aanrijdt die dit doet. En dan de bom. Dat is fucking lijp. Eerst van een brug af omhoog tegen een hijskraan die precies genoeg... Ja. Het is Hot Wheels. Eigenlijk. Ja, maar het is, en dat is, dan zit ik gewoon... Even een soort van fun. Yes, it is fun. Weet je dat? En het is de meest. Het is wel het is fun, lowest dat form of fucking entertainment. Weet je, het is. Ja. Dit is de Toki Doon trilogy. Weet je? Ik denk dat de trailer al heeft laten zien of de bom afging. Nou, gelukkig beter. Kijk, hier, daar gaat hij. Dat was de bom. Maar, en dan, maar het is nou ja, niet cheap, want het is waarschijnlijk een hele dure film om te maken. Maar het is very cheap fucking entertainment. Maar waarom kan het niet gedaan worden zoals de eerste zeven? Ja, nee, dat is een goede vraag. Het hoeft niet zo dom te zijn. Nee. Ik bedoel, het is dom en het is fun. Dat onderstreep ik. Het is zeker fun. Maar dat hoeft niet. Nee. Je had een spy movie weer kunnen maken. Of een heist movie, whatever the fuck. En maar ze willen gewoon vanaf de Hoover-Dam. Ja, maar dat is het. Ja, ze willen deze. Maar nu weet ik niet wat voor movie dit was dan. Nee. Weet je? Nou ja, wat ik zeg, een soort van larger than life. Op een gegeven moment, het is bijna superhero shit. Van een soort van net even boven human strength of skilled mensen. En dan ook nog met auto's. Ja. Dus het is superhero, net geen superhero auto shit. Dat is wat het is. En het is ook niet meer dan dat. En het is inderdaad een beetje idioot. Maar wel enjoyably idioot, vind ik. Ik zou er geen kaartje voor kopen. Ik zou hem wel thuis kijken. Gewoon, weet je, zondagavond op Netflix. En geluid goed hard aan. Maar het is wel een bioscoopfilm, toch? Maar daarvoor vind ik hem niet goed genoeg. Nou, omdat je die actie op een groot scherm... Omdat je die achtbaan op je af wil hebben. Ja, zeker. Maar dan wil ik net iets meer. Ja. Dan wil ik echt nog net iets meer. En dat bood deze film mij niet. Een paar lijpe stunts. De eerste zeven wel, vond ik. Ja, maar je merkte ook dat de zaal begon ook een beetje gewoon lacherig te worden om die shit de hele tijd. En, maar dat is part of the fun, denk ik. Het is denk ik ook dat ze dat snappen en dat ze denken van, fuck it, we gaan gewoon een heel dom verhaal. Ja, het heen en weer pingpong en af en toe door doen we wat een paar rustige scènes waarin Vin Diesel Family zegt. En dat is de film. Het is een parodie van zichzelf geworden. Ja, ja. En sommige mensen vinden die parodie vet. En, ja. en er zijn mensen zoals ik die denken van, oh, had nou gewoon verder gegaan met die hoe je... De eerste zeven had gedaan. Ja, maar dat is al eigenlijk idioot. Natuurlijk de eerste zeven. Weet je? Daarom zei ik. Dat was ook een perfect einde. Ja, dat was een perfect einde. Maar het maakte nog te veel centjes. En je hebt gelijk. Ja, ze zijn steeds meer een parodie van zichzelf geworden. En ik denk dat, afgezien van Vin Diesel, dat ze dat weten. En daarom vind ik het niet zo erg. Volgens mij hebben ze echt fun gehad met deze... We hebben krankzinnige stunts gezien, weet je wel? En dat is super vet. We hebben vette auto's gezien. Dat hoort natuurlijk ook. We hebben vette actie gezien. Dat hoort ook. Dat is allemaal fijn. Ja. Als ze in deze film een toffe villain hadden neergezet... Met een goed verhaal. Met normaal. Gewoon een smart villain. Ja. Die weet je, niet 8 keer zijn plan mislukt. En dat, ja, het was de bedoeling dat het 8 keer mislukt, weet je wel? Ja, fuck off. En die gekke dingen. Als hij gewoon echt een goede villain hadden neergezet... met misschien, kijk, je had wat kunnen doen met hoe het eindigt met 5. Want hoe het wordt opgezet... Oké, daar kan het misschien nog wel wat voor vinden. Het is leuk om te leunen op oude heists. Maar
Je had veel vettere dingen met hem kunnen doen. Ja. En als je dat had gedaan, had het misschien een vette film geweest. Nou ja, en niet inderdaad al die vreemde soort van... Oké, nu zijn we ineens in Rio, want... oh, dat maakt ook niet uit waarom. Daar is iemand... Wat? Daar woonden ze toch een tijdje. Ja, I know. Maar ik bedoel meer van, jij weet dat. Maar niet iedereen weet dat. En het is meer, ze leggen het ook niet eens meer uit. Een soort van, oh ja, hebben we hier even een tijdje gewoon. Nee, ze zijn op een gegeven moment gewoon all over. Weet je? En dat is natuurlijk ook het ding. Er wordt ook niet, het is ook niet smart gedaan als zijnde... Er is een gedeelte in Rio, er is nog iemand in Los Angeles, want daar woont John Cena, rijdt daar rond met het zoontje van. ja, maar letterlijk. Er zijn ook mensen in Londen en in Rome en wat dan ook. Dat is precies wat ik op begin zei. Ze hebben de actiescènes hadden ze al van tevoren uitgeschreven. Ja. En ze hadden, en deze mensen moeten we gaan... Hoe doen we dat? En we doen het niet. We doen het gewoon knip volgende scène. Ja, dat is Mission Impossible ook wel een beetje, toch? Je herinnert je die ene grote actiescène waar ze Tom Cruise weer ergens aan vast hebben geplakt. Ja, dat is het. Dan... Maar dat is denk ik wat ze hier ook als filosofie hebben gebruikt. Van, we gaan alleen maar lijpe scènes doen. En iedereen weet toch straks nog dat ze een hijskraan als pinballmachine hebben gebruikt. En dat ze de Hooverdam afbliezen met heel veel vuur. Wordt er nog gereisd? Er wordt één keer gereisd. Ja, je zag het ook al in de trailer. Ze gaan back to the in roots. Rio, wel tof. Kort raceje. Waar vroeger de halve film inderdaad alleen maar races was. Vind ik jammer. Nou ja, ik vind dat heel boring. Want ik heb zin van, het is geen echte race. En de vorige race is ook nog eens ongeveer hetzelfde. Ik bedoel, ze hebben die car culture hebben ze zo hard afgetrapt daarmee, weet je wel. Ja. Iedereen werd helemaal lijp van. Iedereen ging zijn Honda Civic verbouwen naar een Formule 1 auto bijna, weet je wel. Met een kapotte uitlaat, zodat die lekker hard klinkt. En Need Speed Underground kwam daaruit, weet je wel. Het heeft zo'n culturele impact gehad. En dan... Dat hebben ze wel losgelaten. Het is wel full aan een actiefilm geworden. Ja. En er zitten auto's in, weet je wel. Ja, precies. Maar dat is dat. Nou, ik denk dat we van allerlei kanten de film nu belicht hebben. En dat je mag verwachten. Dat je niks hoeft te verwachten. Behalve over de top actiescènes. Ja, en that's it. En voor de rest is het gewoon. Het is gewoon lachen. Elke keer als fucking family wordt genoemd. Dan pak je een shotje. En heb je een leuke avond. Nou, dan heb je denk ik een kapotte lever. Corona en een leuke avond. Ja. Ik ga. Thank you.